En welkom bij een nieuw filmpje voor Prulleke. Ik ben Leonie en sinds 2018 ben ik een onafhankelijke stamp-and-up demonstratrice. In mijn knutselwerkzaamheden houd ik mij vooral bezig met scrapbooking en memory keeping, want ik vind het super belangrijk om de foto's die wij zo gewend zijn om snel eventjes met onze telefoons te nemen, ook te verwerken tot een complete herinnering. Met een klein beetje geschreven verhaal erbij en dan versierd met mooie papiertjes en prachtige embellishments. Nou heb ik in de jaren dat ik knutsel een behoorlijke voorraad opgebouwd en soms kom je erachter dat je iets te veel over hebt, wat je dan weer op een andere manier kunt gebruiken. In mijn vorige filmpje ben ik aan de slag gegaan met wat notecards en envelopes. En toen kwam ik erachter dat ik meer envelopjes had dan kaarten. Dat gebeurt wel eens, want soms dan stuur ik een kaart weer in een andere envelop of ga het los mee. Maar in ieder geval, ik had enveloppen over. Maar met een aantal extra enveloppen kun je een heel erg leuk mini-albumpje maken. Dus het leek me leuk om dat vandaag met je te gaan doen. Dus ik heb hier 5 van de enveloppen. En ik ga ze in elkaar steken. Dat wil zeggen, ik ga hem zo pakken. Ik pak mijn lijm. En ik ga lijm aanbrengen op de flapkant. En ik steek hem in de envelop van de voorgaande pagina, als het ware. En dan flap ik hem over. En dan pak ik de volgende envelop. Opnieuw de flap. En die gaat in de envelop. En die vouwen we om. Zo, maar deze zitten nou in ieder geval mooi in elkaar. Nou, als ik dit opmeet, dan kan ik bepalen hoe groot ik wil dat mijn kaft gaat worden. Ik wil zorgen dat ze goed recht op elkaar zitten, want anders krijgen we een scheef boekje. En ik denk dat als ik mijn kaft 10x14 maak, dat ik dan een prima maatje heb. Dus ik heb wat grijs bord. Je kan ook wat van je verpakkingsmateriaal nemen, net wat het is. Even kijken, 14 gaat zo net niet lukken 2 keer, dus dan wordt die 14 hoog. En daar kan je trimmer gewoon doorheen. Ja, afhankelijk van welke trimmer en afhankelijk van welk grijsbord, hoor. Bij 10. Ik wil denk ik ook dat die nog iets van een soort van mijn rug heeft. Dus ik ga nog een centimeter, 14 bij 1 centimeter nemen voor de rug van mijn boekje. Dus dan gaat het worden die en die en die. En dan komt dit daar ingeplakt tegen de voorkant en de achterkant. En dan heb je dus zo je boekje met je, dat is misschien een centimeter te veel. Maak er een halve centimeter van. Hij heeft echt niet heel veel nodig. Het is net er afgewerkt dan. Hè? Een halve centimeter. Ja, dat is genoeg. Dat is genoeg. Nou, dan gaan we eerst de kaft bekleden. En daarvoor heb ik prachtig nieuw dessinpapier. Dat is deze. En hij heet Mediterranean Blooms. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft het papier aan de ene kant mediterraan fruit. Dus sinaasappeltjes, citroentjes en de bijbehorende bloesems. En aan de andere kant heeft het allemaal mooie tegelmotieven. Dus als ik nou een beetje een middelgroot motief neem, dat is dan deze. Is dat misschien wel mooi als kaft? Want ik denk dat dit gaat gewoon te groot zijn. En de andere zijn veel te klein.
Ik denk dat dit een mooie, mooie tussenmaat is voor mijn boekje. Dus dan moet ik zorgen dat ik een centimeter rondom vrij heb en een frutseltje ertussenin. Dus 1, 11, een frutseltje. Hoeveel is een frutseltje? Dat is maar een heel klein beetje. Zullen we in totaal 1 dan rekenen? 1, 11, 12, 22, 23 bij 16. 23 bij 16, zodat we gaan snijden. Jammer van de andere kant. Het is maar papier. 23 bij 16. En 16 is net die rand. 23. Zo. En daar gaan we deze paneeltjes oplijmen. Kijk, en als het dan net wat minder is, dat is niet erg, dan kunnen we het eraf halen. Maar dan hoeven we niet met zo'n mega groot stuk papier te werken. Dus ook deze ga ik gewoon opplakken met mijn Tombowlijn. Dan ga ik mijn hoekjes schuin knippen. En net niet langs het grijs bord af. Net een klein friemelruimte vrij houden. Met de boomfolder, vouwbeen. Even langs die randen. Dan zorgt het dat die vezeltjes net wat makkelijker zullen vouwen zometeen. En dan kan dit namelijk omgevouwen worden om mijn kaft dus te bekleden. En ook die gaan we weer lijmen. Hier kan je ook Tearing Tape voor gebruiken als je dat fijner vindt. Maar ik denk dat ik met Tombow weg ga komen omdat er hierna nog een laagje erop overheen komt. En omdat het niet zo'n heel dik boekje gaat zijn in dit geval. Ik duw alles nog even extra aan met mijn vouwbeen. Hier nog een keer die vouwen. Zodat hij kaft ook mooi kan buigen. Kijk, aan de ene kant komt dan de envelop hier. En op de andere kant komt de flap. En de flap zal ik daarna wel weer afdekken met een stuk cardstock. Ik heb toch maar mijn Tearing Tape gepakt. Want ik denk dat dat makkelijker gaat zijn. Om de eerste envelop vast te plakken. Zoals ik al zei, ik ga de flap van de voorste flap. Die ga ik nog bedekken met een stuk cardstock. Maar dat is niet wat ik ga doen met de envelop. En ik denk dat het toch net wel makkelijker is om allemaal uit te lijnen met wat Tearing Tape. Dus ik ga het gewoon even zo doen. Ja. Ik denk daar. We gaan ervoor. Dus 1, 2, 3. Ah, dat is de reden waarom we het van twee kanten doen. 4. Even goed aanduwen met mijn vouwbeen. Zo. Nou heb ik eigenlijk een idee.
om te zorgen dat hij beter kan bewegen. Ik ga een envelop maken die hierin past als afdek, zodat ik daar weer deze hoes in kan steken, deze flap in kan steken. Ja, ik denk dat ik dat doe. Ik ga even een envelopje maken. Oké, dus ik heb een envelop gemaakt. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van de We Are Memory Keepers Envelope Punchboard. Ik weet zeker dat deze nog gewoon te verkrijgen zijn. Het is een hartstikke handig hulpmiddel wanneer je zelfgemaakte kaarten maakt. Want je kan iedere mogelijke maat kaart zeg maar, hierop vinden. Nou, de kaartmaat die we nu gebruiken is de Amerikaanse maat 4 bar. Dus dat kwam neer op een stuk papier snijden op 4,25 bij 4,25 inch. En die ril je de eerste keer bij 3 1/8. En dan draai je hem en dan leg je die rillijn die je net gedaan hebt, leg je gelijk met dit puntje en dan punch je weer. En dan ril je weer en dan draai je hem weer. En dan lijn je weer de lijn uit met dat dingetje. En, dan, nou, en voor je het weet heb je dus dit. Dus dit was 7,25 inch bij 7,25 inch. En dan heb je dus zo al je pomps dingetjes. En als je die dan flapt, vouwt, dan heb je je envelopje. Want dan hoef ik namelijk die flap niet vast te plakken, maar dan blijft die toch vast zitten. Dat was mijn idee. Deze flap ga ik er wel afsnijden, want die heb ik niet nodig. Dan ga ik deze lijmen. Ik pak gewoon gelijk weer mijn Terrentape. Even kijken. Dus hier. En daar. En als het goed is, past het dus mooi hier in. En als ik hem dan netjes uitlijn met mijn rand van mijn boekje, dan kan dit nog steeds heen en weer bewegen zonder dat hij zijn beweegbaarheid kwijtraakt. Snap je wat ik bedoel? Zie, want zo zit hij een beetje eruit. Maar als hij dicht is, zit hij er helemaal in. Zie je? Kun je zien wat ik bedoel? Zo kan hij bewegen en zo zit hij erin. En dan kan je je boekje gewoon omslaan. Dus dat was mijn idee. En ik vond hem eigenlijk heel slim verzonnen. Dus, we gaan hem vastzetten. Ik doe mijn envelopje, flapje in mijn nieuwe envelop. En ik zorg dat hij komt zoals hij eigenlijk zo goed als dicht is. Dus hij moet redelijk dicht bij de randen allemaal zijn. Om goed dicht te kunnen. En dit is dan de beste plek. En zo heb ik inderdaad een mooi scharnierend mechanisme. Waardoor mijn boekje wel vast blijft zitten. Maar waardoor die wel fijn om kan blijven slaan. Oh, ik vind het goed verzonnen van mezelf. Nou, en dan kunnen we de boel gaan versieren. Dus ik kan hier opnieuw wat van het dessinpapier gebruiken. Ik kan hier matten van maken met de van cardstock. Maar wat ik ook kan doen, is ik kan ook nog steeds de ruimtes benutten, dus de pockets benutten, om hier dingen in te doen die je eruit kan halen. En dat maakt zo'n envelopboekje gewoon extra leuk. Dat je hier gewoon ook nog wat extra's in kan doen, of wat flapjes in kan maken en zo. Dus voor nu hou ik het even hier bij de basis. En dan zal ik in een volgend filmpje laten zien hoe die is als hij verder afgedecoreerd is. Ik weet al precies waar dit mini-albumpje voor gaat dienen. Dus het is nu alleen nog even een kwestie van zorgen dat ik hem zo mooi mogelijk versier. En dan kan ik hem cadeau geven aan een hele lieve vriendin van me. Wil jij nou zelf ook creatief aan de slag, maar heb je daar nog spulletjes bij nodig? Dan is het fijn om te weten dat ik een onafhankelijke Stampin' Up! Demonstratrice ben. En ik help jou graag met je bestelling. Je kunt deze plaatsen door een mailtje te sturen naar leonie@prulleke.nl, zodat ik alles nog een keertje met je kan doornemen en kan controleren of je niks te veel of te weinig hebt besteld. Eventueel advies geven als je daar behoefte aan hebt. En je kan op die manier natuurlijk ook meedoen met een verzamelbestelling.
Als alternatief kan je natuurlijk gebruik maken van de link naar de webshop. Die staat hieronder in de omschrijving en daar staat ook een gastvrouwcode bij. Die kan je gebruiken bij al je bestellingen tot 200 euro. En weet dat wanneer je die gastvrouwcode gebruikt bij jouw bestelling en je besteedt minimaal 60 euro, je aan het begin van de nieuwe maand nog een kleinigheidje krijgt van mij als dank dat je mij had gekozen als jouw demonstratrice. Ik hoop dat je het vast een interessant filmpje vond. Laat maar eens weten, maak jij ook wel eens je eigen mini-albums? Laat het in de comments weten, het is leuk om te lezen. Vergeet ook niet om een duimpje omhoog te geven. En als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je ook vooral op dit kanaal. Want elke dinsdag en vrijdag ben ik hier op YouTube te zien met een nieuw stukje informatie of inspiratie. Dat was het weer voor nu. Ik wens je vast een heel fijn weekend. Veel knutselplezier en graag tot de volgende keer. Doei doei!